Hoi, ik ben Matthias Havinga en ik ben organist. Dit is een serie filmpjes over de orgelmuziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. En vandaag gaan we het hebben over de derde sonate. De derde sonate begint met de trouwerij van zijn zus Fanny. Toen zij ging trouwen, improviseerde of bedacht hij dit stukje. Plechtig en... En feestelijk. Deze feestelijke opening wordt gevolgd door een schitterende fuga. Nou, een fuga, dat is simpel gezegd een stuk waarin één stem steeds wordt geïmiteerd door de andere stemmen. En waarbij dat één groot vlechtwerk wordt. Steeds kun je dat thema waarmee het begint herkennen. Dit is het thema. Nou, en dan komt de volgende inzet. En zo steeds opnieuw. Aan die fuga is heel gaaf dat er eigenlijk een opbouw is qua snelheid. En dat maakt de fuga ook typisch romantisch. Want eigenlijk was een fuga in de tijd van Mendelssohn een super ouderwets gebeuren. Wat echt van een eeuw geleden bij wijze van spreken was. Het eerste thema wordt doorontwikkeld en doorontwikkeld tot het op een soort retorisch hoogtepunt komt. En dan plotseling komt er een nieuw thema, sneller. En vervolgens gaat hij dat thema wat op zichzelf al sneller is, daar ook bij vragen aan de uitvoerder om steeds sneller te gaan spelen. Staat er heel mooi in het Italiaans. Da questa parte fino al maggiore, poco a poco, più animato e più forte. Ah, fijn, en zo verder. Nou is het zo dat, terwijl je dan over een heel aantal bladzijden heen die versnelling maakt, je uiteindelijk uitkomt bij het slot van dit tweede thema in deze fuga. En dan, hier herken je weer de topcomponist aan, wordt er een heel mooie overgang teruggemaakt naar dat bruiloftsthema waar de sonate mee begon. En daarbij is er een hoofdrol weggelegd voor het pedaal. En als echte organist ben ik er altijd dol op als het pedaal even lekker los mag gaan. Dit is dus een van de dingen die ik zo gaaf vind aan klassieke muziek. Omdat nu die hele fuga er al tussen heeft gezeten, is de lading van hetzelfde thema nog veel groter geworden. En dan doet het nog meer met je, vanwege alles wat er intussen gebeurd is. Nou, dit fantastische eerste deel van de derde sonate wordt nog gevolgd door een lieflijk romantisch deel om alle stoom weer een beetje af te kunnen blazen. Dat vind je allemaal op mijn cd die hier in de Koepelkerk wordt gepresenteerd op 15 april. Kijk op koepelkerkconcerten.com voor meer informatie. Het volgende filmpje in deze serie zal gaan over het scherzo uit de Midzomernachtstroom van Mendelssohn. Tot dan!